De Nederlandse huishoudens gooien per jaar zo'n 3 miljoen ton restafval weg. Afval dat na scheiding overblijft. Veel daarvan bestaat uit kunststofverpakkingen. Attero haalt deze kunststoffen uit het restafval met behulp van geavanceerde afvalscheidingstechnieken. Ook sorteren wij drankenkartons en draagtassen uit het restafval. Attero is op dit gebied de marktleider. In veel gemeenten moeten de inwoners nu al de kunststofverpakkingen en drankenkartons gescheiden aanbieden. Attero ontvangt dit aan de bron gescheiden afval meestal in speciale plastic zakken of containers. In onze sorteerinstallatie voor verpakkingen sorteren wij alle stromen op type, zowel de verpakkingen uit het restafval als het gescheiden ingezamelde materiaal. Dit wordt gedaan met behulp van diverse technieken, zoals ballistische scheiders, trilzeven, lucht, NIR-technologie en lasertechnologie. Zo sorteren wij alle soorten kunststof. Met behulp van infraroodtechnologie kan elk type kunststof gescheiden worden. Bijvoorbeeld PET-flessen of HDPE-verpakkingen. De monostroom, bestaande uit plastic zakken en folies, wordt vervolgens geperst tot balen. Die balen gaan dan naar de recyclinginstallatie voor folies. In een hoogstaand technologisch proces worden de folies en plastic zakken vervolgens omgezet in granulaat van hoge kwaliteit. Het proces begint met een krachtige shredder die de balen openmaakt en de folies in kleinere stukken verdeelt. Een infraroodscheider haalt de laatste verontreinigingen uit de foliefractie. Met behulp van een pre-wash technologie worden zand, stenen en metalen uit de foliefractie verwijderd om schade tijdens de verdere verwerking te voorkomen. Hierna wordt de folie weer verder verkleind. Om de hoogste kwaliteit regranulaat te garanderen, worden de verkleinde stukjes folie gewassen met heet water en toevoegingen. Op deze manier zorgen we voor een grondige verwijdering van etiketten, lijmresten, inkt en overige verontreinigingen. Attero bevindt zich in de unieke positie dat zij energie en warmte kan leveren vanuit haar eigen afval naar energieinstallatie. En zij heeft ook haar eigen waterzuiveringsinstallatie. Door gebruik te maken van dichtheidsscheidingstechnieken kan Attero de LDPE-folie scheiden van PET en PVC. Hierna volgen twee drogingsfasen waarin we opnieuw gebruik maken van de restwarmte van Attero's energie-uit-afvalinstallatie. Met behulp van de nieuwste EREMA-technologie worden schone gesnipperde folies omgezet in nieuwe kunststofkorrels. Deze kunststofkorrels noemen wij Attero's Infinite Film Regranulaat. Wij kunnen dit regranulaat leveren in big bags of in silovracht. De kwaliteit van ons product wordt nauwlettend bewaakt in ons eigen goed toegeruste laboratorium, zodat de vereiste specificatie gegarandeerd is. Attero Infinite Film LDPE regranulaat voldoet aan strenge kwaliteitsnormen en leent zich voor tal van toepassingen. Hiermee is Attero koploper in de circulaire economie en draagt zij bij aan een duurzame toekomst.